Dit is mijn broertje, Arnar. Hij is 9 jaar en... Of 10? Wacht even. Bro, mag niet uit. Deze guy weet alles. Echt een nerd. Dit is mijn moeder, Linda. En mijn moeder is gek op zingen en dansen. En dit is mijn vader, Olaf. Mijn vader vindt het maar niks dat ik voetbal. Hij ziet mij liever eerder als advocaat of zo. Maar desondanks dat hebben wij een heel hechte band. En dit ben ik, Gunnar. En we zijn pas verhuisd naar Parijs. Ik heb geen idee hoe ik mijn vader ga vertellen dat ik zit te twijfelen tussen IJsland en Nederland. Mijn moeder daarentegen, die steunt me met alles. Het maakt er niet uit, zolang ik maar gelukkig ben. Ondanks dat mijn broertje een nerd is, is hij wel echt heel atletisch. Zal hij wel van mij hebben? Ha! Maar goed, zoals ik al zei, we zijn dus pas vooruit naar Parijs. En dit is ons huis. We hebben niet heel veel. We hebben ook niet heel veel geld. Maar misschien ooit in de toekomst, als ik meer ga verdienen, word ik gewoon trouwens de broodwinner van mijn familie. Als 15-jarige. Bizar. Maar goed, zoals je kan zien, we hebben 2 slaapkamers waarvan 1. We hebben alles wat we nodig hebben. En dat is het allerbelangrijkste. En ja, wat doe je natuurlijk als je pas verhuisd bent? Dan moet je natuurlijk de buren gaan leren kennen. En het werd behoorlijk druk. Bro, wat kijk je? Bro, wat kijk je naar mijn moeder? Hé, hey, luister! Andere scène! Mam, hoe moet ik het pap gaan vertellen? Ik weet nog niet of ik voor IJsland wil uitkomen. En ik weet, papa komt uit IJsland en jij uit Nederland. Hoe moet ik hem dit vertellen? Gunnar, is er iets wat je mij wil vertellen? Ik hoorde heel toevallig dat je het had over IJsland, Nederland. Luister schat, ik denk dat Gunnar heel graag voor de Nederlands elftal wil spelen. En niet voor IJsland. Wat je ook doet Gunnar, we zullen er altijd voor je zijn. Wij zijn jouw nummer 1 supporters. Pap, eerlijk gezegd, ik weet het nog niet. Weet je, ik hou van IJsland, maar ik hou ook van Nederland. En ik wil gewoon heel graag ooit het EK winnen, of het WK. Ik wil tenminste een kans hebben. Ik snap het, Gunnar. Ik snap het. Misschien was ik een klein beetje onredelijk. Ik gun je de wereld, mijn zoon. Maar weet je zeker, geen advocaat? Oh mijn god! Oké, broskies, er is dus een kans dat Dwayne Son gaat spelen voor Oranje en niet voor IJsland. Zoals jullie hebben kunnen zien, die beslissing valt hem zwaar. Maar hij heeft nog tijd. Voordat Dwayne Son zijn eerste interland gaat spelen, gaat hij zijn keuze maken. Maar goed, vergeet niet, hij is pas 15 jaar, hè. De focus is nu volledig op Parijs FC. We gaan even kijken naar de kalender. We zitten nog steeds in de maand augustus. Mijn vraag aan jullie is... Moeten wij alle wedstrijden spelen of gaan we ook per aflevering een paar wedstrijden simuleren? Eerlijk gezegd zit ik er wel aan te denken om af en toe een paar wedstrijden te simuleren, want anders duurt 1 seizoen gewoon te lang. Maar ik wil wel weten wat jullie daarvan vinden. Zijn dus deze man onze beste speler kwijtgeraakt en onze aanvoerder? Dat is wel echt jammer. We gaan even trainen. Alles simuleren. Niveau nummer 8. En 3 skill points erbij. En niet vergeten... Hij was begonnen als een 67 algemeen en per seizoen kan hij maximaal 4 algemeen omhoog. Dat betekent de max voor dit seizoen is 71. En hij is nu al een 71. Even snel kijken, het huidige contract. Wedstrijden in de basisopstelling hebben we gehaald. Schoten tegengehouden 4 van de 11. We zijn goed op weg. Gewonnen wedstrijden, we wachten nog steeds op die eerste overwinning. Sterker nog, we wachten nog steeds op die eerste punt. Laat staan die overwinning. Schoten afgeweerd. We hebben er al 3. We hadden er maar eentje nodig. Duikreddingen. Wat? Nog geen enkele? Ben je... Wat? We hebben toch wel een... Dat meen je niet. Dat is toch... Duikredding. Moet je dus die bal vastpakken? Ik snap hem niet. Nee. Er staat duikredding. Maar goed. We zijn goed onderweg. We gaan naar de allereerste wedstrijd van de aflevering. We gaan even snel kijken. Wacht even. Concarneau of zo. Hou op, luister dan. Ze staan op plek 17. Wij op 20. Hun hebben even kijken, 2 punten, wij hebben alles verloren. Maar, dit is misschien een mogelijkheid voor ons. Voor onze eerste punten, misschien wel onze eerste overwinning. Wat ik even ga proberen, dit werkte ook in FIFA 23. Tenminste, het werkte eigenlijk niet. Maar wat ik wil gaan proberen, is dit. Ik ga het even zetten op laag tempo. Misschien helpt dat.
Een 7.5. Voorkom dat je de wedstrijd verliest. En behaal een redding tegen doelpunt ratio van minimaal 80%. Onze eerste overwinning. Je weet het niet. We spelen wel thuis. Maar ja, weet je. We spelen gewoon ook wel echt slecht. Maar ja. Zijn wel echt pas de eerste wedstrijden van de competitie. Dus hopelijk gaan we beter spelen. Maar het helpt natuurlijk niet, hè. Dat we natuurlijk onze beste spelers zijn kwijtgeraakt. We volgen eventjes. Jergu. Waar zijn onze bekende naam? Wacht even. Zijn we ons meer spelers kwijtgeraakt? Zou goed kunnen, hè. Hamel. Hamel. Niet lopen. Netjes. Ah, kom op, man. Geef dan die voorzet. We hebben wel weer de bal. Wacht even. Hamel. En dat... Ja, wacht. Per toeval. Hamel. Ja. Ja, daar is het doelpunt niet! Wat een redding van Sales! Dat had het doelpunt moeten zijn. Rustig opbouwen, jongens. Dat is netjes, Hamel. En dan gaan we er niet langs. Of gaan we die... Jongen, dat was Lopez! We zijn niet in staat om een aanval gewoon volledig af te maken. Hier komt de tegenstander. Misschien, ik heb geen idee. Oké, dit ziet er wel lastig uit. En daar is onze eerste redding van de wedstrijd. Lekker gedaan, hoor. Hoor. Een 6.5. Maar we hebben de corner teken, jongens. Kom op, man. Wacht even. Ik zie hem niet. Oh, goed verdedigd. Oké, weg. Eruit. Eruit, jongens. Waar is Hamel? Maakt niet uit. Mandoekie. Mooie paas. Daar ga ik hem niet op geven. Nee. Hij gaat er langs. Lekker gedaan, hoor. Kan je dan niet voorzet geven? Ah, zo goed. Ja, pas. Alle koers bedoel ik. Zie dan. Oh, geblokt. Oh, jammer. Alakouche pakt de bal af. Wacht even. Nee, Lopez weer de bal kwijt. Hij is gewoon niet die guy daar. Parijs FC is dicht bij een doelpunt, maar daar hebben ze nog steeds de bal. Wacht even hoor. We houden het. Ah, lekker verdedigd van Mandoki. Maar Lopez speelt geen goede wedstrijd. Dat doet hij wel goed. Hamel gaat. Geef hem gewoon lekker de bal. Ah, ik vond die paas gewoon te zwakjes. Maar ja, we hebben nog steeds de bal. Oh, dat is een heerlijke. Wacht even. Kom op, man. Schiet dan. Wat is dat nou weer, man? Geen buitenspel. Dit is goed. Nee, sluit maar af, schijnt. Het gaat hem niet worden, deze eerste helft, jongens. We verliezen gewoon weer de bal. Te gemakkelijk. 0-0, nog één helft te gaan. Ik heb wel hoop. Want we zijn wel de betere ploeg. Maar die hoop is minimaal, oké? Wel een 6.2. Ja, het was net een 6.5. Maar ja, ik heb daarna wel niks te doen gehad, man. Maar ja, als het zo blijft, hebben we wel onze eerste punt. Maar dat heb ik vaker gezegd. Ah, ik heb trouwens een mod. En met die mod kan ik niet worden gewisseld. Ik ben vergeten om hem te installeren, maar man. Ja. Ik heb een 6.3. Wacht even, jongens. Wacht even. Hamel, je vergeet gewoon die bal. Ben je serieus? Ik ga die mod wel gebruiken, denk ik. Want ja, weet je... Een keeper wordt gewoon niet gewisseld op die manier, weet je, als je een slecht zijn. Als een keeper te vaak slecht presteert, wordt hij gewoon gewisseld en dan komt hij er ook gewoon niet meer in tijd. Wacht even. Daar is de redding van Dwayneson. Maar, ze hebben de corner en het staat 0-0. Dit zou zo niet verdiend zijn. Daar is mijn redding, jongens. Heerlijk gedaan, hoor. 6.7. Ja, gewoon een goede wedstrijd weer, hè. Van Dwayneson. Maar kunnen we... Hamel gaat. Over... Nee, toch. Hamel, dat is toch een mooie redding van de keeper, jongen. Net nu, hè.
Wat een redding van die keeper. Nee man, dat is illegaal. Dat is illegaal. We hebben wel de corner. Kom op man, onze eerste overwinning. Ah man. De corner gaat jou. Daar is het. Wat gebeurt er? Hebben we nog wel de bal? Alsjeblieft. Geef hem terug op Gaiuje. Lopez. Oké, we zijn... We durven niet... Ja, oké, dan gewoon naar voren. Hamel. Juist. Nog naar rechts. Nee. Je kon nog één keer pasen. Mooi schot. Maar weer de redding van de keeper. Lasne komt erin voor Jergiu. Volgende corner. 0-0. 25 minuten op de klok nog. Hey, recht op de keeper. Sales, jongen. Goed gedaan. Dwayneson heeft wel een 6.9. Dus ja, sowieso een goede wedstrijd. Hoor. We hebben weer de bal, jongens. Oh, we zijn zoveel beter. Alleen voorin lukt het niet. Ja, kom op. Hou die bal in de ploeg. Juist. Daar is de paas. Gaan. Maak het af. Lopez. Je bent echt waar de slechtste speler van de... Bro. Daar is de... Oh, goed gedaan. Maar ja, ik weet het niet hoor. Ik heb geen idee. Ja, ik zie het gewoon niet zitten. Hamo! En het is Sales. Hij wordt gewoon de man of the match. Ik denk dat hij de man of the match wordt. Volgende wissels. En volgende corner. Ja hoor. Nee. Ja! Nee! Sales is de man of the match. Mijn stem heb je, Sales. Mijn stem heb je sowieso. Bizar. We hebben wel een punt. Oh nee toch. Kom op man. Dit ziet er niet goed uit. De 15-jarige keeper Dwayneson in het doel. Voor Parijs FC. En geblokt door Dabila. Nee! Het antwoord is nee! Dit is niet goed jongens, weer in de laatste minuten van de wedstrijd en ze ja, we kraken weer jongens. We kraken weer, wat een redding van Alakouche! En daar is de redding van Dwayneson. Jongen. Hé, ik zie daar die man. Wat een mooie voorzet. Dat is het zeker. Nee, kan hem... Ja, dat zijn weer de wapen. Wel een 7.4. Als hij die paas kan geven, dat kan niet! Maar daar hebben we Dwayneson! Minuten. Correctie 4. Wacht even. Goed gedaan van Olila of zo. Geen idee. Oh, kom op jongens. We hebben ineens geen controle meer over de wedstrijd. Ze zetten ons volledig onder druk. Net als die vorige. Oké, hier gaan we dan. Daar gaat Mandouki. Douchet. Hamo, die gaat gewoon echt niet vooruit hoor. We zijn de bal kwijt. We zijn het gewoon niet. In de laatste fases altijd... Hebben wij gewoon issues. Alsof wij gewoon geen genoeg conditie hebben ofzo. Maar we gaan wel onze eerste punt pakken. Want de tijd is voorbij. Scheids, ga het nou niet. Je gaat het toch niet meer. Wat net zeggen. Parijs FC. Met zijn eerste punt. Van dit seizoen. En het voelt goed. Ik weet, we hadden kunnen en eigenlijk moeten winnen. Ik weet het. Maar ja, ook hun hadden een paar gruwelijke kansen. Maar ja, dankzij deze guy. Dwayneson. Is het bij 0-0 gebleven? Een 7.7. 7 schoten tegen 5 reddingen. Heerlijke wedstrijd. Wie is de man van de wedstrijd dan? Dwayneson bij Parijs FC. Dat is voor het eerst. Maar de man van de wedstrijd... Ik zei het toch! Bro, ik weet waar ik het over heb. De keeper is de man of the match geworden. Ik zei het. De keepers waren gewoon de beste spelers van de wedstrijd. 3 skill points. Maar ja, we kunnen niet meer... Ah, we kunnen wel upgraden eigenlijk, maar... Dan moeten we... Ja, maar eigenlijk hebben we...
niks anders nodig behalve gewoon alles. Ja, maar dat gaat het niet worden, want je gaat wel proberen, maar ik denk het niet. Kijk, 71 algemeen naar zeker 72, of niet? Oh, nee! Hij is nog, oké, wacht even. Ja, we hebben nog maar één skillpunt over. Maar hij is nog steeds 71. Dat is heel goed. Dat is supergoed. We gaan naar de volgende wedstrijd. En we zijn eindelijk van de nul af. Oh, laatste dag van de transferperiode. Hopelijk raken wij niemand kwijt. Niemand belangrijks. Maar wat ik nog belangrijker vind. We hebben dus een speler verkocht. Dat betekent we hebben geld. Hopelijk halen we een nieuwe speler. Nogmaals, heel even snel kijken. Kijk. Dit is de selectie, hè. Marchetti, Dwayneson en dan nog een paar anderen. Hopelijk kunnen we iemand halen. Minimaal ronde 70 algemeen. Wacht even, wat is dat? We hebben Fomba gehaald. Fomba. Kijk. Lamine Fomba. Wanneer is dit gebeurd dan? Maar wacht even. We hebben echt de speler gehaald. Eenjarig contract. Bezig. Maakt niet uit. We hebben een speler gehaald. Ik zei net. Minimaal ronde 70 algemeen. Ze halen een speler van een... Hey, ik vind het... Dit is zo gruwelijk, man. Dit is zo gruwelijk. We hebben gewoon een nieuwe speler. Zijn we klaar op de transfermarkt? Ik denk het eigenlijk wel, want volgens mij hebben wij niet zoveel geld. Oh, prachtig. Even voor de zekerheid heel snel controleren. Ja, man. Dit vind ik heel... Hij is naar de 70 gegaan. We gaan de goede kant op, jongens. We gaan naar de volgende wedstrijd. En de volgende, wat is dit? Oeh. Wanneer is dat? 8 september. Hij heeft nog maar een paar dagen de tijd. 8 september. We zitten... Wat? 8. Dat is deze... Oké, maar dan moeten we dus deze wedstrijd en dan is het klaar. Want ik... Ja, weet je? Hij moet die beslissing dus gaan nemen. Dan spelen we dus in deze aflevering maar 2 wedstrijden. Het is niet anders. Hij zou die beslissing... Ja, want... Nee. Ja. Het wordt een pittige keuze. Hij heeft gewoon tijd nodig, jongens. Dan wordt dit de laatste wedstrijd van de aflevering. De wedstrijd tegen Angers. We gaan trainen. Alles simuleren. En we gaan naar niveau nummer 9. En weer 3 skillpunten erbij. Hier gaan we dan. De laatste wedstrijd van deze aflevering. Tegen Angers. En wacht. Fomba in de basis. Een 7.5, behaal een redding tegen doelpunt ratio van minimaal 70% en laat niet meer dan 2 doelpunten door. Ik ben vergeten om te kijken op welke plek Angers staat. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Aan de andere kant, ja, weet je, we moeten gewoon spelen. Wacht even. Hoe heet het ook alweer? Fomba, hier is hij. Fomba, ja. Gaat dat goed. We hebben gewoon een nieuwe speler. Op een hele cruciale positie, hè. Hier is Fomba. Hele goede speler. Goeie pas, jongen. En dan gaat het toch weer fout! Ja, dat is wat ik bedoel. Altijd die laatste beslissende paas. We kunnen daar niet overnemen. Dat betekent de counter. Maar altijd die laatste paas, jongens. We hadden wel een paar kansen trouwens tegen. De vorige tegen. Wacht even. Nee! Ja, daar kunnen we niks aan doen. We staan achter, jongens. We staan achter met 1-0. Daar gaan we dan. 1-op-1 met de keeper. En wat verwacht je van Dwayneson? Hier. Wat verwacht je van Dwayneson? Ja, hij dekte natuurlijk de korte hoek. Want dat wil je sowieso niet als keeper. Ja, is gewoon goed geschoten. En daar gaan we dan. We hadden zelf net de kans. En dan gaat die paas fout. En hun maken het gewoon heel netjes af. En misschien staan ze wel bovenaan, Angers. Ik heb geen idee. Ik heb niet gekeken. Gaan we straks even doen, maar... Dit is natuurlijk niet lekker. Geen lekker begin. Fomba. Hamo. Kamara. Weer. Oh, het is gewoon Kamara die net ook die fout maakte. Dat willen we zien. Ja, dit is gewoon weer een probleem, hè. Lekker verdedigd. Maar onze verdediging tegen Angers is... gatenkaas, jongens. Oh, het regent foute passes. Goed hersteld. Kamara, hier is die guy die zoveel fouten maakt. Kamara gaat wel, ik zie hem wel gaan, man. Want Doekje gaat, ja, zie je, ik zag het wel. Dat is goed, Lopez. Oh, altijd, wanneer we aan hun kant spelen, op hun helft, gaat het fout. 1-op-1 weer met de keeper. Nee hoor, geen probleem hoor.
Geen probleem voor Dwayneson. Lekkere redding. Dat is volgens mij dan die duikredding, of niet? Capella voor Angers. Ik denk dat Angers volgens mij vrij hoog staat. Dat gevoel krijg ik wel. Oh! Achter, mooie redding, maar dit is gewoon niet goed, jongens. Ze zijn gewoon beter. Ah, die gaat net naast. Amo gaat hem bijna verliezen. Hier hebben we Fomba. Fomba met een goede pas op Kamara, maar Kamara is wisselvallig en hij laat het weer zien. Wat speelt Kamara slecht? Capella? Is dit gewoon meteen een counter of niet? Nou, het ziet er wel zo uit, hè? Ziet er wel zo uit, jongens. Lekker, dat is geen overtreding. Ah, daar gaat hij. Oh, hij struikelt over de... Over het been van... Meen je niet, zoveel pech. Capella met de voorzet. En daar is de redding! Van Dwayneson. Lekker gedaan. Maar ze zijn nog niet klaar. Ze zijn zoveel beter. Ze zijn zoveel beter! De volgende redding, jongens. De verdediging van Parijs FC is gatenkaas. Hoe lang kunnen wij dit volhouden? Niet heel lang. Ik weet niet eens of het een fout van Dwayneson was. Ja, ik denk misschien wel. Maar aan de andere kant, hij kopt hem ook gewoon binnen. Het is niet... Ja, hij ziet er wel uit als een beer. Ik ga je eerlijk zeggen. We hebben de herhaling nodig voor deze man. Even kijken. Ja, hij zit mis Dwayneson, maar ook... Die aanvaller staat helemaal open. Dus ja, het is gewoon een fout van die hele verdediging. Een 4.8 en de eerste helft is voorbij. 2-0 achter. Ik heb het gevoel dat Angers in de top 3 staat van League 2. Denk het wel. Ze spelen echt zoveel beter dan alle andere tegenstanders. Ja, 4.8, ja. 66%, maar laat niet... Oké, we staan wel op 2 doelpunten. Dus dat is goed, maar er moeten er wel 2 blijven. Ik zie het niet gebeuren, hoor. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik denk gewoon een pak slaag. Dat is wat ik denk. We kunnen niet eens iets... Ja, dit is gewoon echt... We zijn kansloos. We zijn echt kansloos. We hebben wel een nieuwe speler. Maar die kan natuurlijk ook niet alles doen, hè. In zijn eentje. Hamo, ga dan. Hamo. Je hebt... Wat de F? Hamo. Lopez is echt, ja, wat wil je dat ik zeg? We zijn gewoon slecht. We spelen gewoon slecht. Melali gaat hem terugpassen. Nee, hij geeft een voorzet. Simpele redding voor Dwayneson. Tussendoor. Melali. Geen penalty. Ik denk aan de penalty. En daar is de redding van Dwayneson. We zijn gewoon slecht. Dit is toch een... Dit is een regelrechte... 1-1 met keeper. 1-1... Ja, kom op, man. Wat een slechte verdediging. We verliezen gewoon de bal achterin. Oh, wat zijn we slecht, jongens. We hebben ook die doelstelling niet gehaald. Van niet meer dan 2 doelpunten tegenlaten. Maar ja, ik zei het al, hè. Het wordt gewoon een pak slaag. Kijk, ze hebben gewoon weer de bal. We raken gewoon elke keer de bal kwijt. Oh, kijk hoe ze spelen dan. Ah, kom op, jongens. Ik speel mijn eentje. En ik word eraf gehaald. Maar eerlijk is eerlijk. Al mijn teamgenoten moeten eraf. Toch of niet? Want dit was niet Dwayneson zijn schuld. 100% van niet. Misschien die ene van die corner. Misschien die wel. Maar die andere niet.
Even kijken. Het is wel bij 3-0 gebleven, maar we hebben weer verloren, jongens. Zware tijden. Maar ja, weet je, dit hoort erbij. We hebben wel één doelstelling gehaald. Maar ja, dat betekent we hebben 2 skill points, maar... Ik vraag me af, kunnen we dan deze upgraden weer? Even kijken. Zou het kunnen? Trappen nog één keer? Ja, het kan! Wauw! Laat me raden, een slechte wedstrijd gespeeld. Maar wel virtuoos erbij. Dat is goed. Deze kunnen we doen. Kopen trampoline. Ik kan wel kijken naar de stand voor je, maar je weet dat we onderaan staan. Dit is trouwens IJsland. Dit wordt er eentje, want kijk, wat is dit? Groepsfase. Kwalificatie. Maar ja, we gaan het niet eens halen. Dit is dus waar Dwayneson en zijn familie het over had, hè. Dit is precies waar ze het over hadden. Ja, want kijk, ja, hij wil natuurlijk ook ooit gaan voor het EK, WK en dan ook de kans hebben om te winnen. Maar IJsland gaat niet eens meedoen. Snap je? Dat is precies waar ze het over hadden. We gaan eventjes heel snel kijken, maar zoals ik al zei, er valt niet veel te kijken. Parijs FC is officieel de slechtste ploeg in Frankrijk, jongens. 5 wedstrijden gespeeld. 4 verloren. En 1. We hebben wel onze eerste punt. Laten we het even omdraaien. We hebben eindelijk onze eerste punt. En we hebben een nieuw... Want, waar staat... Ik zei top 3. Oké, wacht. Angers, op plek 7. Ja, maar ja, kijk dan. Ze hebben nog steeds niet verloren. En alleen Valencia, Sechenes en Laval en Angers dan hebben nog niet verloren in de competitie. Dat is gewoon een hele goede ploeg. Ja, we wachten nog steeds op betere tijden, jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje nog achter te laten. Laat me trouwens even weten. Vind jij het een leuk idee dat ik Sims 4 erbij betrek? Maar goed, luister. Dus vergeet niet om een duimpje nog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Billetje aan. Tot de volgende aflevering. I'm out, ski. Oh.